Op vrijdag 24 december heeft de Operettevereniging Amstelveen meegewerkt in samenwerking met de stichting Doe een Wens aan het tot stand brengen van de grote droom van Lindsay. Na een zwaar jaar voor de familie kreeg Lindsay de kans voor een dag zich weer gewoon kind te voelen en geen patiënt. Mag jij een beetje parfum van deze overigens? Ja, het zou nog mogen. Wat doet Stichting Doe een Wens? Doe een Wens vervult de liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte. En dat doen we al heel veel jaar hier in Nederland, 21 jaar. En ook dit jaar zullen we ongeveer 400 wensen vervullen. Ook de leden van de operettevereniging konden een stukje van hun lang gekoesterde droom waarmaken. En na veel voorbereiding was de dag dan eindelijk daar. Dus het was voor mij ook een soort wens van ik mocht een keer uitpakken. Heerlijk. Ja, nee, het was ontzettend leuk. Ik denk dat we de kleine meid en beide moeders en de broer ook ontzettend plezier hebben gedaan. Maar een absolute eer om dat te mogen doen. En zeker in het Tropenmuseum. Prachtige ambiance. Dus. Ja, helemaal super. Je hebt te zien stralen. Het was echt helemaal top. Ja, zo'n schat. We hebben zoveel ellende gehad. Dus sluit het jaar mooi af zo. Altijd zo gegaan.